Hey mensen van de Pro Gamer, Thomas ben 9 en leuk dat jullie naar een nieuwe video kijken. Ik ben Thomas en vandaag speel ik weer Skyrim voor jullie en laten we maar meteen weer gaan beginnen. Imperials are native fish of crocodile in consumption, heartland of the empire. Once a day they can use the voice of ample ability to an angry opponent for a short while. Oké. Ja, de vorige keer waren we hier dus gebleven. Kan ik me nog herinneren. Kijk hoor. En even kijken hoor. Gaan we met die vampier. En kijk, volgens mij moesten we ook alweer doen. Hier doorheen lopen, toch? Wat? We waren. Oh ja. En nu moeten we hem gaan verslaan, maar dit gaat echt heel hatelijk worden. Misschien kan ik hem met een boog gaan beschieten. Afstand. Als jullie niet weten waar ik ben, kijk dan de vorige aflevering terug in de afspeellijst. Namelijk een livestream weer. Kijk, heb ik iets van de bow? Ja, ik heb deze bow. Nou, we doen wel deze. Waarom helpt zij mij niet mee? Ja, yes, zij is ook weer dood. Wow. Waar is zij? Oh, ze vecht met hem volgens mij. Oké. Ik ga proberen om hem te schieten. Oké, dan moet ik straks eigenlijk gewoon YOLO. Oh, sorry. Oké, zullen we gewoon YOLO op hem gaan of eerst met vuur? Eerst met vuur, denk ik. Lijkt mij het handigst. Nee, geen restoration. We gaan voor destruction. We gaan hem helemaal kapot maken. Ik denk dat vuur handig is. Wij kunnen ook magie gebruiken, jongen. Oh. Oké, we moeten hier blijven. Anders gaan we dood zo. Oké, items. Hij moet bijna dood zijn. Heb ik nog iets van held? Potion of healing. Oké, en dan gaan we nu meteen voor het sterkste wapen. We kunnen Red Island of Fury. Maar voor welke ik reis, de Steel Hammer. Dus. Boom! Ah, lekker voor hem. Ik neem gewoon alles. Oké. Nee, is er nog steeds niet goed bij. Ja, hij is bijna dood. Maar ik laat nog even wat healen. Gaan we wat damage doen. Oké, let's go. Ja. Ja.
Lekker voor hem. Ik ga eerst even dat boek lezen. Books. Oké, dat zijn gewoon normale boeken. Dan kan ik nu en doen of zo? Wat was het? Thee. Ja, thee. Thee voor de game meteen ook even. Mooi. Hebben hun ook nog wat? Ja, hun hebben geld, jongen. Hoppakee. Hey, dat wil ik niet missen, al die monies. Hoeveel geld ze hebben dan? Waren rijke tata's. Hele rijke tata's zelfs. Hoppakee, 50 goudstukken. En nu een paar duizend euro waard. Sorry, dit ziet er misschien een beetje saai uit, hoor, maar je weet, het, Nederlanders zijn gierig. Al ben ik half Italiaans, dus. Ik ben maar half gierig. Ga alles gewoon looten. Looten. Waarom zeg ik nou weer looten? Volgens mij trouwens wel 2 weken geleden of zo dat ik voor de laatste die livestream heb gedaan. Nu dus kan wel. Ik neem hem mee. Deze was leeg. 40. Huppakee. Ik krijg meteen 400 goudstukken erbij. Maar zie je ook nog wat in zit? Oh, hier staat al empty bij. Oké, ik denk dat het zo genoeg is. Yes, we gaan het licht. Downbreaker edit. Oké, wat gaat er nu gebeuren? Ik weet het niet. We gaan het wel zien. Wow. Break of Dawn. Oké, nou, laten we maar eens even kijken wat we hebben gekregen. Dawnbreaker, damage 20. Cool. Laat ik het heel even in mijn hand houden. Dan zien jullie het ook hoe het eruit ziet. Weet ik zelf ook nog niet. Dawnbreaker. Ah, cool. Oh, nice. Kijk, heb ik iets van skills? Nee. Ik ben level 13. Ik al redelijk hoog op zich. Ja, laat ik dit even saven. Ja, T. Dat heb ik dus ook geleerd bij de vorige livestream. Ja, ik begin steeds meer te leren. En even kijken, laten we dan maar een nieuwe missie gaan doen. Kijk hoor, oh, we gaan. Take the Brine of Kill the Leader of the Mufunska. Zullen we dat doen? Kijk, waarvoor moeten we dan helemaal naartoe?
Helemaal hier in de uithoek heb ik de checkpoint. Ja, gelukkig wel. Oké, dat scheelt. Dat scheelt heel veel. We zijn al 10 minuten bezig, maar we hebben tenminste weer een missie afgerond. Deze game is best leuk hoor. Je dit spel nog willen spelen. Oké, nou. Speechje en mijn paard zijn het tenminste ook weer. Scheelt. Even kijken. Welke richting? Optie. Deze kant dus. Oké, hopelijk kan ik mijn paard levend houden. Dat zou wel nice zijn. Oh, dat gaat wel lukken, denk ik. Heeft hem een klein beetje damage gedaan, maar dat herstelt wel weer na een tijdje. Oh ja, deze missie. Wat is zij dat tegen mij? Going anywhere. Now back off before I do something drastic. She doesn't have the scar. What? Oh, you're right. We've made a mistake. Now move along before that mouth of yours gets you into trouble. Next time you're looking to pester someone, make sure it's the right person. Oké. Als ze die vrouw geen aanval had, ik ze gewoon gedood. Al kreeg ik een bounty. En niks uitgemaakt, helemaal niet. Kijk hoor, hoe komen wij daar? Dat is altijd de vraag. Hoe wacht, kan ik er gewoon niet naartoe fast travelen? Nu wel helemaal moeilijk. Ja. Wauw. Faalmomenten van Thomas. Oh ja, dat is dit. Wauw. Ik denk dat ik ze nu wel aan kan, die OP dude. Weet niet. Dan kies ik altijd weer zo'n moeilijke missie uit. Oké, quest. Laten we dan even een andere doen. Bring the claw to Lucan. Heb ik die hoorn nog? Weet het niet. Dat hebben we allemaal gedaan. Ja, redelijk veel, denk ik. Zullen we de Dragonborn anders doen? Heat Cultist Order. Wat we daarvoor doen? Kijk, daarvoor moet ik Cultist Order. Nou, doe die maar weg. Oh, dan neem maar. Even kijken. Travel to Solstheim. Kijk, aboard de professionele dock, het Riffenrook. Take it into the Wildhelm to begin your search. Kill the fast Dragonborn, no as. Program Thomas Benege before the teachers return with. Oké, hij wil mij dus gaan vermoorden, dacht het even niet. Ik dacht het even niet, meneertje. Kijk, waar is de missie? Hij is kant op. Zou het ergens hier moeten zijn? Waar? Oh, hier. Okay, we moeten dus weer even kijken daar beneden zien te komen, maar dat lukt zo denk ik wel. Dan richting deze kant. Fast travel heeft niet heel veel zin, want we hebben dat toch niet gediscoverd.
Ik ben echt blij met mijn paard. Het gaat 10 keer sneller. Kijk, hoe gaan we dit doen? Ik denk dat we deze weg gewoon moeten blijven volgen. Oké, we zijn hem. Dat is mooi. Laat ik iemand van mijn paard afstappen. Iemand aan land proberen te komen. Ik weet niet precies waar. Nu eigenlijk het doel. Kijk wat het doel is hoor. Kill the leader of the... Go travel to Solstheim. Dus we kunnen een soort van aan land. Oké, nu nog alleen daar zien te komen. Nee, dit gaat zo niet werken. Ah, kom op, hoe komen we daar nou? En niet springen of zo. Moeten we weer helemaal omlopen? Echt, het staat helemaal nergens. Ik kan er niet eens even aan land komen of zo. Nou, ik wil even wel anders. We gaan even wel andere wapens gaan proberen wat beter up te kweden. Kijk, hoe kom ik hier doorheen? The struggles of life. Hey, hopelijk kan ik mijn paard hier laten spawnen. Mooi. Nee, mijn paard is er niet. Ah nee. Waarom zit het ook weer op zo'n rot plek? Gaan we dit in hemelsnaam doen? Ah, hoe kom ik hier overheen? Oh, gaat niet. Nou, dan maar weer helemaal omlopen. Echt wel heel wat over hebben om bij iemand te komen, zeg. Ze maken het echt onmogelijk. Op een of andere manier ben ik toch wel een soort van blij dat ik dit nog niet heb gediscoverd, maar dit wil ik wel even zien. Toevallig lopen we hier langs, maar ik weet niet idee wat dit is. Het ziet op zich wel apart uit hoor. Is dit iets? Oh. Ik kan het geld niet eens pakken, wauw. Ah, hoe kom ik daar nou? Staat toch helemaal nergens op? Staat echt helemaal nergens op. Een rare plek is het om daar te komen.
Lijkt wel een beetje op een pad. Oh kijk, een hunter. Ah, hondje. Dief. Ik kan niet vaak genoeg zeggen, maar wat is deze wereld toch mooi gemaakt. Maar hoe kom ik aan de andere kant? Ik moet gewoon een hele berg beklimmen ofzo. Waar loop ik nu helemaal? Okay, dit vind ik dus zo irritant als Skyrim. Ik kan er ook gewoon echt niet opklimmen. Weer twee wolfjes. Hup, oké. En die andere die handelt zij wel af. Normaal zijn honden mijn lievelingsdieren, maar in dit spel meestal niet. Ik ga gewoon de wereld verder ontdekken. We hebben tenminste één missie helemaal volledig gedaan. Oh kijk, een kamp. Dit kan nog wel eens leuk worden. En skeletten? Hij wel. En skeletten, ja. Okay, laat me even mijn nieuwe zwaard uitproberen. Eén keer kapot. Oeh. Maar hij zit best wel een sterk zwaard nog. Ja, dat kost hij ook. Nou. Oké, we gaan gewoon de dorp aanvallen. Gewoon randomly. Ik voel met slechte mensen, maar ik hoor wel een groot monster. Kijk, go, go, go. Ah. Oh, shit. Ja, ook dood. Mooi, kijk. Kost nog stamina. Oh. Ja. Neem mijn tas. Oké. Nee. Ja. Ja.
Even in de opname. Ja, dat monster daar heb ik dus nog nooit gezien. Kom ik dus volgens mij toen net ook al langs. Ja, we zijn wel helemaal omgelopen. Maar moeten we via die kant daar naar binnen gaan of zo? Het is alleen wel heel erg raar hoe dit is gemaakt. Om naar binnen te komen. We kunnen even proberen of we zo daar kunnen komen. Volgens mij hoeven wij daarvoor niet per se naar binnen te gaan, want we hebben wel die boten. Ook als we deze keer wel aan land kunnen, en anders gaan we gewoon via die brug. Ja, het zal wel. Oh yes, yes. It should be careful with those flames. Ja, eindelijk. Hè, dat heeft een tijdje geduurd. Wait, I know you. The Nords don't appreciate us. So what? Hey, niet vallen, Thomas. Captain Gyalin does the business around here. If you're looking for passage to Solstheim, too bad. I'm not going back there anymore. It's hard to explain. I remember those people with the masks coming on board. Then, the next thing I remember, I was here, and they were gone. It's not right, losing whole days like that. There's been something strange going on there for a while. But after this, I'm done. I'm not going back to Solstheim. Have you been listening to me? I'm not going back there. I'm sorry about your troubles, but I've got to look out for myself. I'm not going to risk it. Hold on now. I'm just a simple sailor. I never wanted to get mixed up in any of this. All right, I'll take you. But we leave immediately. I had expected Iskramor City to be... Okay, the new mission is dus gelukt, mensen. Ik ga alvast een stukje aan beginnen. Ik weet niet waar we nu weer aankomen, maar het zal wel. Well, here we are. This is Ravenrock. Can't say I'm all that glad.
glad to see it again. Good luck. Maybe you can figure out what's going on around here. Outlander. Datie ontgrendeld. I don't recognize you. So I'll assume this is your first visit to Ravenrock, Outlander. State your intentions. Mirak, I'm not sure that I do. Just remember, Ravenrock is sovereign territory of House Redoran. This is Morrowind, not Skyrim. While you're here, you will be expected to abide by our laws. Any questions? I'm unsure. I swear I know the name, but I cannot place it. I don't think so. I'm not... The name has something to do with the Earthstone, I think, but I'm not sure. Ravenrock started out as an imperial settlement. The Empire decided to abandon it, just as my people were setting foot here. Even kijken hoor. Nu een andere werelddeel. Skyrim. Wij moeten daar naartoe gaan. Zeg maar lekker doorpraten, wij gaan weer op een nieuwe missie en ik vind het leuk. Best wel speciaal uit, eerlijk gezegd. You there. You don't seem to be in quite the same state as the others here. Very interesting. May I ask what it is you're doing here? It sounds familiar, and yet I can't quite place... Oh, wait, I recall. But that makes very little sense. Mirak's been dead for thousands of years. I'm not sure, but it is fascinating, isn't it? Perhaps it has some relation to what's going on here. Quite unexpected. I'm afraid I can't give you any answers, but there are ruins of an ancient temple of Mirak's toward the center of the island. Of hij het is, dat zou heel raar zijn. Oké, even kijken. Moeten wij dan naartoe? Helemaal hier. Oké, dan gaan wij daar naartoe. Gaan we alvast een begin eraan maken aan de reis. Oh, dat is hier echt wel super donker. Hoeveel mensen wonen hier? Councillor Morvain is the only reason Ravenrock has survived. Daarvoor door de stad heen. Ga gewoon door de stad heen. Ook allemaal nieuw voor mij. De Skyrim. Maar ja, we doen wat Don Roosje ons heeft, of nee, niet Don Roosje, Sneeuwwitje ons heeft geleerd. Nooit van het pad af. Oké, we gaan hun wel even helpen. Wow.
wasn't sure I'd make it off this farm alive. I wish I could have said the same for my man here. Some of the Redoran Guard have taken to calling them Ashspawn. Me, I don't care what they're called. All I know is they're a danger to Raven Rock and they need to be stopped. I was going to search for clues that might lead me to wherever they're coming from. I know it isn't the best place to start, but we know they've been coming from this direction. Good. I can use all the help I can get. Besides, I don't feel comfortable leaving Raven Rock behind. And I'd hate to lose any more Redoran Guard. We were searching the farm when the Ashspawn ambushed us. Have a look around and see if you can turn up anything useful. Report back to me if you discover anything unusual. Oké, maar we gaan eerst deze missie afmaken. Nog eens een keertje zeven voor de zekerheid. Kijk wat we hier gaan tegenkomen in deze wereld, want ik weet het ook niet hoor. Nooit echt op YouTube Skyrim series gekeken, maar ik had... Ja, ik heb wel ooit eens een deel gezien. Het leek me wel een cool spel en ja, ik vind het nog steeds zo. Nu ik het zelf speel. Oh, deze dingen zijn wel sterker dan dat we normaal hebben. Nou, we gaan het sowieso halen. Ik denk wel veel longsword. Die is denk ik wat sterker. Heel greatsword. Maar deze enemies beginnen al sterker te worden. Moet ik toegeven. Ik vind het best wel creepy door zo'n donker bos te lopen. Oké, maar over 2 minuten ongeveer gaan we stoppen. Dan ben ik weer 40 minuten bezig geweest. Ah. Oké, ik wil haar dood hebben. Even 7. Dan gaan we het laatste minuutje in. Ah, pijnlijk. Ik zal hem zeker weten leren. Deze gaan we echt als allerlaatste gaan we hun aanvallen. Ah. Oh. Okay, we hebben iedereen uitgemoord met 50 gold. Gold, find Moonstone of een helm. Ja. Deze is op zich ook wel cool. Hoe is Battle App? Doen ik. Oké, maar ik denk dat het hier wel een mooie plek is om te stoppen.
De mensen van het programma Thomas van 9, like en abonneer voor meer. Like doe natuurlijk op het blauw duimpje en abonneer op het rode balkje. En zeggen ik en zij tot de volgende keer maar weer. Doei!